De 24-jarige Joyce Dietvorst uit Markelo is misschien wel de meest bekende onbekende Nederlander. Maar om van dat onbekende af te komen, timmert ze al flink aan de weg. Ja, ze is namelijk de eerste normale Nederlander die een wassen beeld heeft bij Madame Tussauds door een wedstrijd van Q-Music. Dat gebeurde vorig jaar december, maar nu duikt ze een nieuw pad in. Dat van ronde mis bij de ronde van Overijssel wielrenwedstrijd. En nu hopen we dat we de goede versie van Joyce aan tafel hebben. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ze maakt geluid. Ik wel. Ja. Ja, voordat we het over die ronde van Overijssel gaan hebben en wat je daar gaat doen. 16 december, hè, was het? Ja, klopt. Was het. Toen kreeg je een beeld in... toen kreeg je een beeld in Madame Tussauds. Hoe kwam dat zo? Nou, dat was vanwege het 50-jarige bestaan van Madame Tussauds. Hadden ze in samenwerking met Q-Music een prijsvraag. En ik verveelde me, dus ik deed mee en toen had ik gewonnen. Next thing, ik stond in Madame Tussauds over een wassenbeeld. Ja. Hoe werkt het als je een wassenbeeld krijgt? Wat moet je daarvoor doen? Ik moest raden wie er in de studio stond. Nou ja, elke luisteraar kon dat. En ik had het van die dag goed geraden. En van elke dag was er een dagwinnaar. Die mocht op vrijdag naar Madame Tussauds. En toen moesten we tegen elkaar strijden. En toen had ik gewonnen. Ja, precies. En dan win je. En dan? Hoe word je een wassenbeeld? Oh zo. Ja, nee, maar dat andere was ook interessant. Oké. Ik heb 4 uur lang geposeerd met mensen uit Londen. Die hadden allemaal stipjes op mij gezet. En die hadden foto's gemaakt. En filmpjes. En 3D-opnames. En ze hebben mijn kleur gemeten. Huidskleur, mijn ogen. En toen zijn ze nou 3/4 jaar bezig geweest met bouwen. En toen was het af. Lijkt je? Precies. Ja? Ja, het is echt sprekend. Ja. Heb je al veel naar jezelf gekeken? Nee, ik ben er alleen geweest met de onthulling. En ik krijg in mijn DM op Instagram dus wel heel veel foto's van vreemde mensen over de hele wereld dat ze mij hebben gezien daar. En dat ze met mij op de foto staan. Staat jouw Instagram er dan bijvoorbeeld ook onder? Nee, of mijn naam en achternaam staan erbij. Oh. Dus ze kunnen mij zo vinden. Maar dat wist ik dus niet, totdat ik ineens allemaal foto's en filmpjes kreeg van mensen. Gewoon uit Polen en weet ik veel waar. Ja, is je Instagram ook meer ontploft daardoor, zeg maar? Ja. Heb je veel volgers? Ja, eerst niet, maar de laatste paar weken wel ineens. Maar denken ze dan ook dat jij een bekende Nederlander bent in die zin? Dat jij bijvoorbeeld een bekende zangeres bent of een weet ik veel wat allemaal? Nou, ik denk het niet, want er staat wel bij winnares Q-Music. Ja, dan kunnen die Polen niet lezen. Die denken gewoon, dit is een popster. Het staat er in het Engels. Okay. Nee, maar dan krijg ik van, hey, ik zag je in Madame Tussauds. Waar kom je vandaan? Dat soort berichtjes krijg ik dan. Geweldig. En als jij daarnaar kijkt, hè, is het een beetje vergelijkbaar met in de spiegel kijken? Of is toch jezelf in 3D zien een totale andere ervaring die ik nooit zou kunnen kennen? Het is totaal anders dan wat je, denk ik, in de spiegel ziet. Ik denk omdat je ook de hele textuur ziet en dichterbij. En je kunt ook je haar voelen bijvoorbeeld. En ja, dat kun je ook wel bij jezelf. Is dat niet ongelooflijk eng? Ja. Dat je zo'n duplicated persoon hebt? Ja, wel als je achter me staat. Vond ik tenminste heel raar toen ik om mezelf heen liep en mijn achterkant kon zien. En kon zien wat andere mensen zien. Dat vond ik heel apart. En ik was stiekem ook heel bang dat hij bijvoorbeeld niet zou lijken en lelijk zou worden of zo. Of dat ik dik zou lijken of zo, wat ik zelf nooit had gezien. Maar dat is gelukkig allemaal meegevallen. Je bent wel tevreden met hoe je was en beeld eruit ziet, zo maar te zeggen. Ja. Ik ben tevreden met Ik ben ontzettend benieuwd naar een foto. Die hebben we volgens mij niet, hè? Kunnen we dat nog regelen of zo? Dan gaan we gewoon verder praten en dan gaan we eens kijken of we iets misschien voor de camera kunnen houden of wat dan ook. Want dit is natuurlijk, we moeten dat even zien. Maar dan ben je een wassenbeeld en dan, dat is al heel wat. Maar nu word je ook nog ronde mis bij de ronde van Overijssel. Hoe is dat gegaan? Ik kreeg een bericht van mijn moeder. Dat mijn moeder was benaderd of ik rondemis wilde worden. Van een bekende uit de buurt bij mij, Marklo. Die zit in de organisatie. En die vroeg of ik rondemis wilde worden. Toen dacht ik van, oh, een nieuwe uitdaging, leuk. Is goed, doe ik. En heb je iets met wielrennen ook dan? Nee. Nee. Je weet wat de Ronde van Overijssel is? Ik heb gehoord dat ze 200 kilometer moeten wielrennen. Ik heb laatst ook de route gekeken. Ik heb gezien dat het ongeveer 4 uur duurt. Ik heb me ingelezen in dat ik dus ook de prijsuitreiking doe. En ja, dat weet ik. En dat ik in een cabrio ervoor mag rijden.
ik heb een hele mooie jurk gekregen. Morgen ga ik schoenen uitkiezen, dus... En wanneer gaat het gebeuren? 7 mei. 7 mei? Ja. En 25 april is aankomende maandag... is de inschrijving van de wielrenners. Mm-hmm. En de sponsoren gaan een woordje doen, sommige sponsoren. En dan stel ik mezelf ook voor het eerst voor. Maar is er 1 ronde mis of zijn dat er meer? Nee, eentje. Oh ja, oké. Okay. Elk jaar 1. Ja. Waarom doe je eigenlijk mee? Gewoon omdat je het leuk vindt? Of heb je, ja, gewoon... Nou, ik hou wel van een uitdaging. En dit ken ik niet en het is iets nieuws. En als ik zie waar... Madame Tussaud me heeft gebracht, denk ik van... oh, dat is alleen maar positief voor mezelf uitgepakt... maar ook leuke reacties uit mijn omgeving. Dus dit is weer wat nieuws waarvan ik denk van... kijken waar dit me brengt. Ja, ben jij ook inderdaad, want je doet al mee met zo'n prijsvraag... vervolgens vind je jezelf als wassenbeeld, hè, Madame Tussaud. Ben jij zo iemand die gewoon denkt, fuck it, let's go? Ja, kijken waar het me brengt. Heb je meer van dat soort avonturen waar je over kunt vertellen? Dat je dacht, nou ja, gewoon kijk wat het wordt. Nee, denk ik niet. Nee. Ik denk dat dit mijn tweede grote ding is. Verder is het gewoon... Nou ja, ben ik altijd wel in voor spontane dingen, denk ik. Zoals even een dagje heen en weer rijden naar Brussel... om bijvoorbeeld een vriendin van het vliegveld op te halen. Ja, ik weet niet. Dan denk ik van ja, kijken waar die dag me brengt. Ga ik gewoon met de auto heen. Gewoon doen en zien wat er waar kom. Ja, er is natuurlijk, als je het hebt over ronde mis, dan denk ik ook even aan bijvoorbeeld, hoe heet die mensen? Pitspoesen. Ja. Pits, ik weet er nooit wat het is. Pit of pits. Nou, in ieder geval de mensen bij de Formule 1 bijvoorbeeld, bij de autosport. Ja. Die zijn afgeschaft. We hebben een video. We hebben inmiddels een foto. Dit is... Wie is de echte? Ja, dan mag je raden. Ik denk dat de linker is, denk ik, een neppe. Ja, gelukkig wel. Moet je voorstellen als ik met zo'n hoofd een beeld had zoals rechts. Wat dan? En kijk hoe geschrokken ik kijk. Ja. Dus die linker is het jouw wassenbeeld in Madame Tussaud? Ja. Ik maak een selfie. Ga eens even zo staan. Ik herken je. Ja, je hebt je haar daar los, hè? Ja. 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 Ah, geweldig, man. Ja, hè? Zo sta je er dus, als een selfie. Maar ook ben jij zo iemand die de hele tijd selfies maakt? Of waarom hebben ze zo geportretteerd? Oh, nee, dit was in opdracht van Madame Tussaud. Omdat ze mij nu rond kunnen zetten bij elk beeld. Een soort grap die ze uithalen met de bezoekers. Nu sta ik bijvoorbeeld bij Afrojack. Oh, en ze kunnen jou naast het beeld zetten? Ja. Tuurlijk. En het heeft ook echt het gewenste effect. Want mijn ouders die waren er... 2 weken geleden. En ze waren echt verbaasd dat sommige mensen... Oh, pas op, er staat iemand een foto te maken. Maar dat was ik dus. Geweldig. Hoe lang sta je daar eigenlijk? Voor altijd. Maar heel veel wassenbeelden verdwijnen weer. Maar jij staat er gewoon voor altijd. Ja, ik moet gewoon zorgen dat ik geen misstap bega. Ja, precies. Anders word je gekend. Precies. Ja, dan, ik ga je dan nu een interessante vraag stellen. Oh, nee. Want als jij ronde mis wordt, hè, dat is een beetje toch wel een ding wat ook wel onder vuur ligt. Van ja, hè, vrouwen als ze van vleeskeuring daar neerzetten, seksisme. Ja. Wat vind je ervan? Nou, ik dat... Alsof wat je zegt, hè? Straks wordt je beeld weggehaald. Nee, en mijn beeld, die mag blijven staan, denk ik. Nee, als ze vragen van wat is ronde mis, dan zeg ik ook wel... het is gewoon eigenlijk een soort chique versie van de pitspoes. Maar... Ik vind dit gewoon wel chic en elegant. En ik denk omdat ik ook, nou ja, als ik kijk naar wat voor kleren ik aan heb, dat is niet zo'n strak kort pakje. Nee. Het is gewoon een elegante lange zwarte jurk. Die geeft gewoon wat extra jeu aan de wielerronde van Overijssel. Ja, ik denk ook wel dat gewoon de charme ervan is. Waar kijk je het meest naar uit, tot slot? Prijsuitreiking, dat ik die mag doen. En dat is een beker geven, bloemen geven. Ik denk de bloemen geven en 3 kussen. En 3 kussen, die dan wel? Ja. Die horen er gewoon bij? Die horen er wel gewoon bij. Goed, veel plezier ermee. Joyce Dietvorst, dankjewel. Leuk dat je er was.